Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een gloednieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe camera, zoals jullie kunnen zien. Ik heb geen idee of jullie verschil zien. Ik heb ook nog helemaal geen instelling ingesteld, want ik weet daar niks van. Ik ga het nog doen. Dus als jullie horen, ben ik een beetje... Nou, daar heb ik een hele goede reden voor. We hebben namelijk opgetreden in Jorettemar met de bankzitters, waar we onder andere ons nieuwe nummer hebben gedaan. Het was allemaal hartstikke leuk, hartstikke vet. Alleen wel hartstikke corona. Hartstikke ziek. Wat een poepzooi. Dus daarom klink ik misschien een beetje alsof ik dood wil. Dat wil ik dus niet. Dan weten jullie dat gewoon even. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Vandaag gaan we kijken naar alle bankzitters. De allerbankzitters nummer en ik ga ze ranken. De categorieën zijn, ik heb 5 categorieën waarin een nummer geplaatst kan worden. Nummer 1 is beste ooit. Dit nummer wil ik op een begrafenis. Zodat je denkt van, ik vind het zomaar als ik doodga wil ik dit nummer horen. Nummer 2 is, dit is een lekker nummer. Deze zet ik op repeat. Gewoon een lekker nummertje in de auto, weet je. Gewoon lekker, lekker, lekker muziekje. Helemaal niks mis mee. Nummer 3, dit is een prima muziek. Ja, je zou hem niet per se opzetten, maar als je hem voorbij hoort komen op de radio... Zet je hem ook niet af. Gewoon gemiddeld lekker. Nummer 4. Dit luister ik liever niet. Nee, als ik dit hoor, denk ik van. Nee, dit luister ik liever niet. Nee. En nummer 5 is. Als ik dit hoor op iemand anders zijn begrafenis, is het terecht dat hij of zij dood is. Dus het is eigenlijk zo slecht dat je denkt van. Ik wil dit nooit meer horen. Goed. Ik heb hier dus alle muziek. En we gaan dus luisteren. Ja, het allereerste nummer, mensen. Jullie weten al welk nummer het gaat worden. Deze ongelofelijke banger. De sponsor van vandaag is Slash & Roll, de gekke app die je moet downloaden. Dus je ziet, zit ik al op dag 7 van mijn daily logging en krijg een gratis kistje vandaag, dat wil je. Dus je kan zien het seizoen dat we nu spelen al bijna voorbij. En moet het gevecht winnen om een hogere plek in de ranking te krijgen als het seizoen zeg maar voorbij is. Maar wat jullie nu hier zien op je scherm is ik die dus keihard aan het verliezen is. Ja, dat is wel ietsje minder. Wat je dan kan doen, je kan in je clan kan je helpen. Maar voordat we gaan helpen ga ik eerst even mijn character een beetje aanpassen. Dat kan ook in dit spel. Wat het doel is van het spel is dat je 3 dobbelstenen gooit. En wat op die dobbelstenen komt, dat kan je doen. Dus het kan een verdediging zijn, een aanval. Als de 3 dezelfde zijn, dan krijg je zeg maar de best mogelijke aanval. En je hebt ook die heerlijke critical hit. Als je die helemaal te pakken hebt, jongen. Je kan ook in een gevecht bonussen krijgen als je het zeg maar goed doet. Zoals extra aanval, extra energie. Of je kan ook dat je iets krijgt voor je teammaat. Ik heb bijvoorbeeld een super gift voor mijn teammaat. Nou ja, dat is voor mijn teammaat natuurlijk fantastisch. En zoals ik zei, die critical hit, dat is echt een parel. Die wil je echt hebben. Dan maak je tegenstander helemaal kapot. Je kan ook praten in de chat als je er ook berichtjes binnenkomen. Ik zit in een Nederlandse clan. Dus ja, zijn het ook Nederlandse berichtjes uiteraard. Wanneer je dus gewonnen hebt of verloren, je krijgt in ieder geval rewards. En dan kan je rewards claimen. En ik had natuurlijk nog een kistje van net. En ik herinner mijn kistje een te gek rode zwaard. Ja. Ben ik even helemaal mannetje? Dat dacht ik wel. Dus ik eerder al zei. Kun je dus ook je hero customizen. Je kan precies maken hoe je zelf wilt. Dat zie je nu ook op de achtergrond. Dat ja, ik zat weer te kijken naar wat precies mijn idee was. Uiteindelijk kwam dit eruit. Omdat je dus niet weet hoe je precies kan aanvallen, is het best spannend. Want je geluk moet hebben met die dobbelstenen. Dat ze eigenlijk op critical hit komen. Je wil eigenlijk constant die critical hit. Er staat een link in de beschrijving waar je het spel kan downloaden. En dan krijg je de welkomstbonus die nu in beeld staat. Dus download zeker de game. Link in de beschrijving. Gaan we nu verder met de video. Dit nummer is natuurlijk, jullie zien het, is eergisteren uitgekomen. Goed kapsel trouwens. Ik moet zeggen dat mijn haar heeft zijn beste tijd ook wel gehad. En we staan weer op nummer 1 in Spotify. Dat is fantastisch. Heb je nog een nummer niet geluisterd? Dat kan haast niet. Maar luister het nummer even wat vaker. We willen graag hoog blijven op Spotify. Dat is nice. En kijk de clip. De clip is echt een parel, moet ik zeggen. Waarom ben ik zo ingezoomd? Kan ik me daar niet uitzoomen? Beter. Kunnen we even jazzen op het nummer? Ik kan niet met jou zijn. Dat is mooi, wij deden dus in Jorettemar dit nummer. Alleen niemand kende hem, toen was hij 2 uur uit nummer. Dus niemand kende hem. Dus hadden wij voor het eerst een nummer waar we echt helemaal niemand mee zo. Dit nummer, zonder twijfel, dit nummer wil ik op mijn begrafenis. 100%. Dit is een topper. Shout out naar dit nummer. Het volgende nummer is Bangs, dit is baldadig. Ja. Dit is natuurlijk gemaakt in de wedstrijd tussen Matt, Milo en ik tegen Rob en Roel. Wij hadden baldadig en zij hadden factureren. Goeie clip, moet ik zeggen. Uitstekend. Mensen, ik was hier nog niet zo gespierd, maar tegenwoordig ga ik naar de gym. Nou, je ziet het nog niet hoor, maar ik ben echt kast, jongen. Niet normaal. Nou, je ziet het dus nog niet, dus ik ben nog... Goed. Ik moet zeggen, dit nummer, ik denk achteraf dat we er meer uit hadden kunnen halen. Bijvoorbeeld door de versie online te gooien met... Ik ben baldadig door de week, ik ben baldadig in het weekend. Hebben we niet gedaan, zijn we deze versie gegaan. Nou ja, geen mega fan. Ja, ik twijfel een beetje tussen, dit is een prima muziekje en dit luister ik liever niet. En dan neig ik toch naar 4. Nou, we moeten ook kritisch blijven, mensen. We moeten kritisch blijven. Dit luister ik liever niet. Nee, ik luister dit liever niet. Hoeveel mensen hebben dit bekeken eigenlijk? 1,5 miljoen, best wel veel. Best wel aardig, ja. Gaan we door met ons allereerste echte bankzitter nummer met z'n allen. Banger. Dat jij met 8 chicks bent gegaan in Alkmaar. Ja, oh, lekker zeg. Zie de clip. Niks. Even voor de leuk mensen, de 2 gasten die deze clip gemaakt hebben, Anton en Willem, die waren dus mee hierheen. Anton editte toen ook al bankzittersvideo's. En zij werken dus nu allebei weer voor bankzitters. Fantastisch. Zo schitterend. En wat we hier onze nieuwe merch introduceerden, toen was dat samen met Nike. Met dit niet zo hele mooie logo. Die ben ik trouwens, hé. Ik glow het. Goeie DMP, eerst een AMG. En nu een BMW, daar een normaal. Lina was al duur, man. Hij was nog maar met de oud.
Nou goed, dit nummer is natuurlijk iconic. Niks, I love it. Ik zet hem op 3. Dit is een prima muziekje. Nee jongen, 2. Deze is lekker. Ik zit dus op repeat. Bam, tuurlijk op repeat. Dat is f***ing niks, man. Kijk, hebben we onze grote tegenstanders. Factureren van Rob en Roel. Factureren. Factureren. Wil zoveel auto's dat ik fietsen kan verleren. Factureren. Factureren. Hey, trouwens, ik bedenk me nu dat bankzittersmerch is uit. Bankzitters. Mensen, eindelijk na al die tijd hebben we echt de bankzittersmerch. Kijk, dit is toch te gek. Deze kwaliteit shirt is oprecht. Ik heb het Balenciaga shirt. En ik heb toen gezegd tegen die vent die, waarbij we de shirts maken. Van luister, ik wil precies de kwaliteit als dit Balenciaga shirt. En dat hebben ze dus nagemaakt. Dus ik heb nu eigenlijk gewoon een Balenciaga shirt aan. En zet het dan bank op wat nog veel harder is dan Balenciaga. Heb je het nog niet gekocht? Gozer, bankzitters.nl. Wat ben je aan het doen? Door naar... Ik ga mijn stufie in mezelf investeren. Kijk, ik ben dit nummer, ja, ik mag natuurlijk eigenlijk geen fan zijn, want ja, het is niet het nummer wat wij met ons team gemaakt hebben. Maar tijdens de shows, dit nummer voor showbanger. Het is zo'n lekker nummer. Voor shows dan, hè, wel te verstaan. Voor shows is het echt top. Ja, kijk, als ik in de auto zit, hoef ik dit niet per se te horen. Dus ik zet eens eentje hoger. Dit is een prima muziekje. Dit is een prima muziekje. Poeh, mensen, dit is even een emotionele noot hier geraakt wordt. Eenzaam, ik ben zo eenzaam, ik ben zo eenzaam, ik ben helemaal alleen met... Ja, eenzaam mensen, kijk, weet je wat het is? Het is echt een meme. Het is wel echt een meme, maar dit is toch wel, als ik dit hoor op iemands begrafenis, is het wel terecht dat hij of zij dood is. Ja, dan is het gewoon wel terecht, ja. Ik kan er niks aan doen, maar het is dan wel gewoon echt terecht. Och, dan gaan we naar de allereerste diss track, die van Matty. Hier begon de muziekcarrière van de bankzitters. Nou, niet helemaal. Ik had natuurlijk ooit die vette parodie gemaakt, hij de Ron Jans song. Maar de echte bankzitters muziek eigenlijk begon hier. Ja, dit is... wel iconic, maar dit luister ik liever niet. Nee. Voor die tijd was het leuk, echt wel. Alleen, jullie snappen dit wel. 4, dit luister ik liever niet. Oh, we komen hier bij een banger aan. Eerlijk, het is super druk op het moment. Ik heb echt helaas geen tijd, man. Ik zit veel in de studio met enge producers. Oh, Brent, maar hoe gaat het met alle enge producers? Carrière en lift, zie ik. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog. Ja, dit is goed. Doodziek nummer. Dit nummer gaat bijna goud op Spotify. Dan heb ik een gouden plaat. We hebben met een tafel gekke gouden plaat, met je blik, bijna platina. Ja, doodziek. Geen Cartier. Ja, ik zit te twijfelen. Ik ben echt fan van dit nummer. Ik zit te twijfelen tussen 1, beste nummer ooit, dit ik wil op mijn begrafenis. En dit is een lekker nummer, deze lekker op repeat. Ik denk 2. Dit schudde wel even alles op, zeg maar. Daarom is het wel cool. Dan natuurlijk. Ja. Wat een geld. De diss track op Geen Cartier. Paar ruggen op een dag. Misschien wel meer dan 2. Ja. Ze weten dat je fake bent en ons niks geeft. Paren op een dag. Kijk, ondanks dat het een diss track is, vond ik het wel een aardig nummer. Ben ik gewoon eerlijk in. Gewoon een aardig nummer. Adi. Ik vond het een aardig nummer. Ik zou zeggen, prima muziekje op 3. Niks mis mee. Ah, dit vind ik echt het allerergste dat we ooit gemaakt hebben. Dit is echt, als ik dit hoor op iemand anders' begrafenis, is het terecht dat hij of zij dood is. Dit is zo, tijdens de optreden is wel leuk. We hebben een hardstyle versie van Zuid op Kruipen. Dat is echt leuk. Maar dit is echt, oh. Ah. Het is de ideale schoonzoon. Pam, pam, pam. Die vuur op je beeldscherm brengt. Ideale schoonzoon. Pam, pam. De diss-track van Roel, echt, hier is veel bekeken volgens mij. 5 miljoen. Keer. Roel, fucking dikke shout aan jou. Ik moet zeggen, het is gewoon iconic. Maar ja, ik zou dit nooit aanzetten. Maar het is iconic omdat het een diss track is. Snap je wat ik bedoel? Maar ik zou dit nooit aanzetten. Dus ik zet hem op prima muziekje. Op 3. Prima muziekje. Misschien krijg ik hier dat mensen zeggen, je had hem op 2 moeten zetten. Dit is een lekker nummer, zet ik op repeat. Maar ja, dat zou ik ook weer niet doen. Maar toch in de diss track vibe te blijven. En mijn diss track over Matty. Toen Matty een diss track had gemaakt, die we net al hoorden. Ja. Matty had het lam, 22 jaar. Best wel jong en heeft het goed voor elkaar. Erg volwassen, heeft zelfs zijn eigen huis. Psych. Deze man die woont nog thuis. Nou, leuk. Verschrikkelijk. Ja, nee, dit was echt niet best. Ik zet deze als ik het bij iemand anders hoor dan op zijn begrafenis sterft die dood is. Wie laat dit nou afspelen op zijn begrafenis? Even serieus, dat doe je dan niet. Nee, dat zou ik echt nooit doen. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je. Jongens, je begrijpt niet hoe koud het was deze dag. Het was koud. Ongelooflijk. Ja, stapelgek. Ik kan niet anders dan op 1 zetten. Dit was het eerste echt nummer van Bankzitter wat echt heel goed ging. En terecht, samen met Rutger Russootje. Wat fantastisch, jongen. Mis je nog die ene keer? Nou, Wolfsburg PSV, maar Matty, jij was toch voor Feyenoord ook campagne IEG? Robby's diss track. Als je deze ook op je begrafenis afspeelt,
terecht dat je dood bent. Ah, dan komen we hier. Knaller van een video. Ja, dit is echt goed gedaan door Milo. Echt heel, heel sterk. Uitstekend. Oh. Oh, nou. Oh, nou. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Wacht even, Mattie. Ik moet met je praten. Wat heb je nou gedaan? Je hebt me geen keuze gelaten. Een diss track gemaakt en mij erin... Milo is zo jong. Milo is zo jong koppie. Goed, Milo's diss track. Ik denk dat we een zesde categorie gaan toevoegen. En die noemen we Milo's diss track. En daar komt Milo's diss track. En die komt... Trouwens, we maken er nummer 7 van. Dat wordt de zevende categorie. Milo's diss track. Ja, 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 ja. Dit is iconic. Ik ga hier voor altijd van houden van dit nummer. En ik ben zo trots dat wij dit nummer hebben gemaakt. Banger. Ik ben hard hier aan het trainen voor een tweede lijn. Blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Smullen wij nummer straight nummer 1. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je hem leuk? Vergeet niet te liken. Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Thanks voor het kijken. Abonneer. Later.